Het onderwijsproces voor de toets- en examenklassen wordt op 8 juni weer opgestart. Dit haalde minister Lilian Verrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur gisteren aan op de COVID-19 persconferentie. Verrier zegt dat het ministerie op de examenklassen focust, omdat die leerlingen moeten doorstromen naar een ander niveau. De minister gaf ook aan dat de VOS-scholen de diverse mogelijkheden van afstandonderwijs goed hebben benut in de periode dat ze thuis waren. Volgens haar hebben de leerlingen online les kunnen volgen en is er ook mondeling examen afgenomen via de online onderwijsmogelijkheden. Bij de VOJ en basisscholen is dat anders verlopen, zegt de minister. Bij VOJ en basis hadden we het probleem dat een heleboel leerkrachten ook nog niet goed genoeg konden omgaan met ICT. Dus we hebben dat in kaart gebracht. Er worden dus nu ook trainingen voor die doelgroep voorbereid. En we kijken tegelijkertijd naar wat is het beste programma. U had het over de bijzondere scholen. Die werken met Google Classroom. Wij hebben op advies van UNESCO en ook sr.gov aangeboden gekregen om met Moodle te werken en dat dan landelijk wordt geregistreerd en dan hebben we één systeem waar alles onder valt. Dus we schieten wel op, maar ons zorgpunt blijft natuurlijk de gebieden in het zuiden van Suriname die we nog steeds niet goed kunnen bereiken. En we weten dat een aantal leerkrachten, want die waren allemaal naar de stad, naar Paramaribo voor de paasvakantie. En die zijn nog niet terug. En dat hangt dus ook weer af van de criteria die volksgezondheid aangeeft. Verder zegt minister Verrier dat de verschillen per regio erg groot zijn. Daarom is hij geen voorstander van het afnemen van examens. Omdat ik u dus nu al kan zeggen dat dan de examenresultaten voor de kinderen in de verdere districten, hè, normaal is het 30% tot 40%, maar die gaan zo droppen omdat die kinderen geen online onderwijs hebben gehad, misschien niet eens de lespakketten hebben kunnen krijgen. En dat is onrechtvaardig naar die doelgroep toe. Vandaar dat we komen met het idee van laat ze doorstromen en laat dat toetsmoment op een ander moment vallen. Het is niet zo dat we zeggen van dat schooljaar moet per se dan afgerond zijn. Nee, geef de kinderen de stof nu zoveel mogelijk die ze eigenlijk in het laatste kwartaal zouden moeten krijgen. Op welke manier dan ook. Maar dat toetsmoment waarbij een belangrijke beslissing genomen wordt over eigenlijk de toekomst van dat kind, laten we dat even uitstellen en laten ze dan zoveel mogelijk doorstromen. We zijn er nog niet uit. Nogmaals, het gaat om hele grote groepen. De inspectie, de schoolleiders, de directeuren die je moet horen. Maar mijn standpunt is altijd, het kind staat centraal. En we gaan kijken wat is in het belang van die student. En hoe kan die student, de ontwikkeling van die student, zoveel mogelijk gestimuleerd worden. Minister Lilian Verrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De toets- en examenklassen van alle scholen beginnen op 8 juni weer met het onderwijsproces.